welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben even aangekomen in Parijs. Wow! Ik ben op een trip met Boat en Chandon en we gaan naar het Loonland Rebels. Ja, kan Anke alsjeblieft, stoppen met strooien van champagne? Hoi, Kielissie. Hey, Noor. In de partybus. We zeggen hoe laat is het? Partytime. Ik ben aangekomen in ons hotel en ik zal jullie even een kleine tour geven. Het hotel heet Le Royal Monco. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Dit is trouwens wat ik aan heb vandaag. Voor iedereen die vragen stelt over de Tommy trui, check de link hieronder waar je hem kan shoppen. Ik heb hem inmiddels in 3 kleuren, dus een beetje uit de hand aan het lopen, maar I still like it. En mijn platform Fancy heb ik ook weer gevonden, dus zal ik ook een linkje naar posten. Dus dat. Een gitaar, voor als we gitaar willen gaan spelen. En, oh, hier kan ik trouwens mijn outfit veel beter laten zien. En het bed. En de badkamer is echt super mooi. Ons uitzicht is dit. En de badkamer. Is dit. Heel veel spiegels. Oh, sorry, Sander, stop de wc. Hey, schatjes. Maar goed, we hebben 5 minuten, dus ik ga even mijn haar veranderen en mijn outfit veranderen. En dan gaan we lunchen gezellig met z'n allen en naar Roland Garros tennis toernooi. Oké, ik heb eventjes mijn haar gedaan. Ik moet nog steeds wel heel erg wennen aan mijn haar, moet ik eerlijk zeggen. Het lijkt nu ook ineens weer heftiger of zo. En kijk, ja, de vlog komt morgen online waar ik mijn haar verf. Dus ik ben echt benieuwd wat jullie erop gaan commenten. Wij zijn aangekomen bij Roland Garros. En iedereen heeft super honger. En ja, dorst. En dorst. En Liesbeth is er ook voor. Ja, dus ik ben benieuwd. Ik denk dat hier wel een hey, Noor, vind je het leuk? Ja, dat kan. Ik ben benieuwd. Wij zijn klaar met wedstrijd kijken bij Roland Garros. Het was echt super leuk om te zien. Het is mijn eerste keer dat ik daar geweest ben. En ik vond het echt heel cool. Het is super lekker weer, dus dat maakt het nog leuker. En nu gaan we naar het hotel en gaan we ons omkleden. En dan gaan we echt iets super leuks doen. Dan gaan we vaden op de Seine. En dat heb ik echt mijn hele leven al willen doen. Dus vanavond gaan we dat doen. Dus hopelijk is het een beetje een mooie zonsondergang ook nog. En ja. Ik zie jullie zo. Dit is wat ik aan heb. Ik heb me snel omgekleed. Mijn Valentino tas, dit jurkje van ASOS. Ik doe alle linkjes onder. En mijn Gucci schoenen. Zulke leuke outfits hebben jullie aan, jongens. Dit kunnen wij. Millennial. Je kan die jongens wel een boodschap. Sander heeft alleen mijn jas aan. We zijn aangekomen op de plek waar we de boot ingaan. Zoveel zin in. En het weer is zo lekker. Wij zitten op de boot. Op de boot. En? Wacht. Oké, deze man gaat goochelen. En we hebben een muntje gegeven. Check the coin. Just imagine a square, like 10 centimeters, 10 centimeters, like this. En dan moet je een botje op. Nou, hij komt echt uit jouw stad. Ja, even checken hoor. I want to make this coin, across the table. Oké, okay? In this. You can check. I will make. I don't want to touch the coin, so I will put the champagne like this. Can we have a look under the table? Yes. Yes, you can, for sure. Maar overal kijken. She wants to check everything. Dit is echt een hele gewone tafel. Daar ligt het niet aan. Nee, maar dat zit het niet in de fles, Lies? Mag die ook wel iets doen? Ja, for sure. Ga je even goed zoeken. Ze zijn like my assistant, you know? Oké, ja. Het is al gewoon. 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 Het is al gewoon.
going to go through the table. I don't want you to see the cross table, through the table, sorry, to the bottom. Okay, and now you cannot see the... So, can you see the coin now? No. Okay, so this coin is going to go, and I will just put my hand on it. Normally, imagine that. It would be crazy, no? Not yet, don't worry, don't worry. Oh, so much pressure, everybody. Oh, Keep cool, okay? Okay. Nou, ik moet het echt niet. Nee, dat, ja, maar ik. Nee, nog steeds weg. The coin is no more there. And I will make the coin back. No, she's back. No, that's good. No. Sorry. What? No. Sorry for that. Ik snap hier echt niks van. Did you check your wrist? Deze truc, ik hoop dat jullie hem hebben afgekeken, was zo bizar. Echt niet normaal. En kijk. Oh, wat is daar. Hey guys, het is al best wel laat en ik ben terug in het hotel. Sander ook, maar die is met Yuki en Liesbeth nog even drankjes aan doen beneden. En ik was zo moe dat ik lekker wilde gaan slapen. Dus dat ga ik doen. Ja, met Olivia echt alles goed. Daar heb ik gezellig. Tenminste, ja, ik heb met haar gefacetimed vanavond, dus dat is fijn. En ja, morgen gaan we naar Eperneef, daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ik zie jullie morgen wel trusten. Good morning. Hey, good morning. Morning. Ik had gisteren de vlog afgesloten zonder jou. Oh echt? Toen was je nog wat aan het drinken beneden. Nee, weet je wat het was? Dat was wel grappig. Wij zitten in een best wel duur hotel. Eigenlijk gewoon het duurste hotel van Frankrijk. Dus toen gingen wij een wijn bestellen. Toen gingen we op de wijnkaart kijken. Toen was er werkelijk waar niets onder de 150 euro. Toen voelden jullie je schuldig. Ja, ik ga toch niet, zeg maar, als ik al best een bakje op heb, nog meer, nog een keer, ja, fles wijn. Oh, daarom was je zo snel terug. Ik heb nat haar overigens. Ik niet. Ik heb wel een hele grote zonnebril op. Ik niet. We gaan lekker ontbijten en dan gaan we richting Epernay. Naar het champagnegebied. Dus ik hou echt van roadtrips. Dus ik heb er zin in. En net lekker met Olivia gebeld en die is op de crash. Het ontbijt is zo lekker bij ons hotel. Kijk. En al deze broden en toastjes en dit is ook super lekker. Ik heb letterlijk van alles wat genomen. Dit is trouwens ook wel lekker, ik weet niet meer hoe dat heet. Hier worden paddenkoeken gemaakt en scrambled eggs. Dit is de eieren. Paddenkoeken, ik kan het ook wel even. En dit is allemaal salades, hummus, dat soort dingetjes. Grote zalm, ook op. En fruithapjes, nog meer salades, allemaal kazen. Het is echt, I love it. Oké, de busreis is voorbij en we zijn in Epernay aangekomen. 5-6 panden naar links. Bij de kelders, Moët en Auto garage. Ja, we staan nog steeds op. Ben benieuwd. Dit is zo mooi. Echt normaal. En het zonnetje schijnt zo lekker. Ik heb trouwens vandaag dat nieuwe jurkje aangedaan. Van... Jezus. Ik denk dat die er nog wel is, dus ik ga een linkje posten. Maar die past echt helemaal in deze setting. En ik heb mijn rieten mandje. Die, daar kan ik trouwens niet echt een linkje van posten, want die heb ik bij een vrouwtje die het zelf maakt besteld op Etsy. Voor degene die het goed vindt. En nu gaan we lekker lunchen. And this really is the expression, if you like, of the one year. It's the winemaker is allowed a bit of freestyle in that year. It will only make a vintage in an excellent year. Because it was the last excellent year. The last one that we have on the market. They've been excellent years since then, but they're still in our cellars. Yes. Het is zo mooi. Ik ben het huis even ingelopen, want ik zoek naar een wc. Geen idee waar het is, maar ik wil het even snel filmen. Hier zit een man op de deur. Oké, ga ik hier wel. Ik neem de vlog even over, want het gaat over iets dat ik misschien nog wel veel leuker vind dan Noor. We gaan nu de kelders in van
Moët & Chandon. En hier bewaren ze dus alle champagne. En die laten zij rijpen in een ultiem klimaat. En dat is beter als het onder de grond is, obviously. We have larger galleries which bring it. So every bottle of Moët, wherever you drink it, when Australia or China is coming from here, yeah, right? Their bottle, all the bottles are aging. They contain the sediments that we need to develop the complexity. Everything is from here. 28 kilometer van dit soort ondergrondse gewelven waar ze al die champagne op staan. It's the champagne must stop in the world. Every second somewhere in the world the bottle of Monte Carlo is open and empty. Hier ligt bijvoorbeeld een hele hoop flessen Moët. En dit is een, zoals je ziet, een rosé. Hier ligt een oud vat waar ze de wijn in rijpen voordat hij op de fles gaat. Champagne is een vrij bijzonder procedé voordat je dat in de fles hebt. Maar goed, om dat uit te leggen heb ik wel meer nodig dan deze paar minuten. Maar dit is wel echt zo kick om hier rond te lopen. En wat ik al zei, 28 kilometer aan ondergrondse gewelven om al die champagne te laten rijpen. En deze hele streek, iedereen die hier op het land werkt, die is daarmee bezig met dat jaarlijkse oogsten en dat hele procedé van wat champagne is. Hier liggen dus echt letterlijk duizenden en duizenden en duizenden flessen overal te rijpen. Wij zijn weer in Parijs aangekomen en het was heel gezellig, hè? De busreis was echt heel leuk. Vond je niet? Ik vond het super gezellig. Ik heb geslapen, jij? Ik heb gepraat met Sander en ik heb mijn foto's geëdit. En nu gaan we eten gezellig. Wij zijn aangekomen op de plek waar ons diner is. Ze hebben alle Moët liggen daar. Ze hebben het bad gevuld met Moët. Nice. Dit is de views. Ik zie het weer in de bus terug en het eten was super gezellig. Alleen natuurlijk ben ik vergeten te vloggen. Like always. Wat zei jij? En we gaan naar het hotel, dan gaan we slapen. En dan ga ik Sander om 5 uur opstaan om foto's van mij te maken. Dus morgen wordt een hele leuke dag. Good morning. Het is vandaag donderdag. En het is onze laatste dag hier. En we zijn wat eerder opgestaan. En we hebben net even snel ontbeten. Want we gaan even wat fotootjes maken. En ons hotel heeft echt super schattige fietsen. Dus ik denk dat wij, Sander en ik, allebei een stukje gaan fietsen. En naar de Eiffeltoren gaan fietsen en dan wat foto's gaan maken. En dan gaan we terug en dan gaan we weer met de Thalys om 1 uur en lekker naar Amsterdam, naar Olivia. Ik heb zo zin om haar te zien. Niet normaal. Dus dat is leuk. En morgen gaan we met familieweekend, met Sander's familie, op een boot slapen, ook het hele weekend en zeilen. Dus ik ben benieuwd. Ik moet nog even een zwembesje kopen trouwens voor Olivia, maar dan morgen wel. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb dit pak weer aan dat ik de eerste dag aan had. Ik had op Instagram trouwens echt onder de vraag hierover gehad. En hij is van de Zala. Maar ik heb hem 4 maanden geleden gekocht of zo. Dus ik denk dat hij er niet meer is. Eigenlijk. Maar jullie kunnen kijken. Het is van TRF. Heet dat zo? Ja, TRF. Dus ja. That's it. En ik ben lekker aan het fietsen. En kijken. Daar is de Eiffeltoren. Zo lekker. Noor vond het een kikke idee om door de stad te fietsen. Dus wij voelen ons nu echt als een vis in het water. Want niemand fietst hier. En hoe kikken is Parijs op de fiets? Zo leuk. Ik wil het altijd doen. Ik ook. Super nice. Ik denk dat er geen enkele Parijse man is die jou niet in een doosje wil stoppen vandaag. Dat is zo sweet. Ja, het enige wat je nu hebt meegenomen is water. Kan je dat uitleggen? Ik heb het vergeten, maar ik ga zo 2 liter water. Maar binnen. Echt, hè?
Oké, wij hebben gehaast en we zitten nu net in de trein naar Amsterdam. Het verkeer was er super druk, dus we hadden de trein bijna gemist, maar it worked. En nu 3 uurtjes in de trein en dan bij Olivia. Thuis bij mijn allerliefste baby. En de baby kijkt naar Boomba. Olivia, is Boomba leuk? Ja, is leuk hè. Haar haar begint trouwens echt te groeien. Kijk. Het begint steeds langer te worden. Hopelijk kunnen we over een tijdje een leuk staartje maken. Waar ga je naartoe, Olivia? Nee, niet naar jou. Ze wil niet naar jou. Boe. Je wil naar mama. Ja. Yeah. En ik wilde nog eventjes 2 dingen unboxen. Laten we de doos snel openmaken, Olivia. Zal ik jij de doos openmaken? Lukt niet met 1 hand. Het eerste in ieder geval pakketje dat ik gekregen had, was deze mascara. Maar hebben jullie ooit de mascara gezien met zulke vette kleuren? Al dat babyblauw. Dus die ga ik binnenkort nog uitproberen. En de next thing is van Gucci. Mama. Bye. Lichtroze Gucci loafers. Dus dat is super nice. En guys, ik heb super veel gevlogd. Dus ik ga de vlog afsluiten. En oh, ja, maar ze horen anders en het geritsel en de muziek. Dat is stom. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat de vlog leuk is geworden. En dat jullie het leuk vonden om te zien wat we allemaal in Parijs gedaan hadden. Het was echt een superleuke trip. En ja, het was echt een leuke groep mensen. En gewoon super, super gezellig. Dus we hebben het heel leuk gehad. Wel een beetje moe toch nu. Want we hebben best weinig geslapen. Ja, het was heel gezellig. En ik ga de vlog afsluiten. Subscribe hieronder. Ik heb bijna 50.000 subscribers trouwens. Yay. Jullie weten wat er dan gaat gebeuren. Oh. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Nee. Dan, ik heb beloofd dat ik dan een maand lang elke dag ga vloggen weer. Oh my god, vlogmas. Vlogmas is back, babe. Sorry, maar dat is dan wat summermas. Nee. Hoe noem je dat dan? Ik noem dat niks. Ik noem dat gewoon... Vlammer. Vlammer. I know what you did last vlammer. Anyways. Dus ja, dan weet je dat. Ik zie jullie woensdag. Bedankt voor het kijken.